Hey, welkom iedereen bij een nieuwe analyse van Star Wars. Vandaag The Old Republic, toch? Ja, The Old Republic. De MMO. De MMO. De MMO. En vandaag gaan we het hebben over een Flashpoint. Dat is een dungeon. Ja, yep, we zitten hier samen. Tom en Timo. Timo en Tom. En een Flashpoint is een soort dungeon. Ja, je speelt het met 4 man. Dus het zijn geen grote groepen. Dus dat scheelt. Je kunt snel met de dungeon fijn ook groepen vinden. Ik ben zelf een healer / DPS, maar vooral healer. Oké. Okay. En ik ben een bounty hunter. Een bounty hunter. Een soort, hoe heet die gast ook weer? Boba Fett. Ja, Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett, hoe heet zijn pa ook weer? Nee, dat is gewoon Boba. Nee, je had zijn pa en al zo'n kind en die heette anders. Boba ja, Fett en Boba maar Fett, het gaat wel. Gewoon, ik ben een bounty hunter. Oké. Okay. mijn doel vooral in de dungeon is iedereen healen. Oeh. Die NPC's, ja. Die lijken op die van NS2. Ja, dus nu ga ik naar een baas toe. Even zo. Zo teleport hacks. En hier zijn we nog niet bij een baas. Maar hier laten we zien van... ik ben aan het healen en ik zie daar iets liggen. Dat is een robot. Oh ik heb een skill dat ik robots kan reviven. Res. En dat kan bij sommigen, die staan dan ook aangegeven van dan kun je die reviven en dan kun je die, heb je dus extra DPS bij je. Ja. Dat is handig. Er zijn ook healer robots en er zijn ook verschillende soorten pets die je kunt krijgen. Dat is op zich wel gaaf, want dat was niet echt eerder in MMO's dat je lightjes kon reviven of resen en dan vervolgens gewoon naar je kon gebruiken afhankelijk van je klasse. Nee, en hier zijn we dus bezig met een boss fight. Mijn robot die is ook aan het schieten. Ik ben iedereen aan het healen. En... Dus jij schiet die groene balletjes en die geven HP af? Ja, inderdaad. Dat is een missile en... Oké, en dit is tegen een droid gas nemen? Nou, hij zijn nog steeds bij die baas. Ja, maar die baas die spawnt ads. Dat zijn dan robots. Oké. Okay. Ja, voor mijn voornamelijkste taak is niet doodgaan. En zorgen dat iedereen niet doodgaat. Zodra we de baas hebben verslagen, zoals nu. Dan gaan we weer verder. En The Old Republic is een prequel tot de films en de vorige genres, toch? Nou, dit is een vervolg op Knights of the Old Republic. Oké, ja. En het speelt zich iets van 3000 jaar voor de films af. Nou hebben we de baas verslagen. Dat is niks. En nu komt er een stuk story in de dungeon. Elke flashpoint heeft een stuk story. Dat is natuurlijk hartstikke lijp. Gedaan ook. Je gaat met een groep ga je keuzes maken. Wat jij kiest hoeft niet hetzelfde te zijn wat iemand anders kiest. Dat wordt gerold en wie dan het hoogste rolt, die keuze wordt dan gedaan. Oké. Okay. Maar je kunt dark side en light side kun je kiezen. Als jij light side kiest, maar de dark side wint, betekent niet dat het dat jouw dark side points gaat kosten. Dus je gaat wel gewoon light side... Onafhankelijk van elkaar kun je dus nog steeds wel kiezen van of je dark of light gaat. Ja, en je light side is of dark side is wel weer belangrijk om voor later... Om die points helemaal vol te krijgen. Hier, dit is de eindbaas. En wie was dit? Dit is een Sith Warrior die niet meer mee wil werken. Oh, dus dat is een goede Sith of zo? Nee. Of een slechte Sith. Daar ben ik helemaal voor in de war. Want je hebt de light side en de dark side. Maar je hebt ook light darklings en dark lighters. Ja, dit is een Sith die zichzelf beter vindt dan de Empire. Dus. Oh, gewoon een egomaniacale gozer eigenlijk. Ja, inderdaad. Je ziet dat het iedereen flink om inhakken is. Tactiek is normaal wel nodig. Alleen bij de lagere flashpoints is het nog niet zo nodig als de latere heb je veel meer tactiek nodig. Nou ga ik level up. Nou, gefeliciteerd Timo, gefeliciteerd. En dit is de loot. Je krijgt elke eindbaas geeft loot natuurlijk. Je krijgt ook voor elke flashpoint die je dagelijks doet, krijg je commissions. Dan kun je ook weer nieuwe loot verhalen. Oké, nou dat scheelt. Dat is wel light dan. Nou, dit was de Brogaming Analyse. En we wensen jullie allebei een goede dag. Een goede dag.